Hallo allemaal, dit is weer een video. Deze keer doe ik het ietsje anders, want ik heb nu nieuwe lampen gekocht. En ja, die gebruik ik nu. Het is nu buiten donker. Dus ja, ik ben benieuwd of het goed gaat werken. En ja, ik maak deze video natuurlijk niet voor niks. Nee, ik heb namelijk geshopt. En wel... bij de Primark. En ja, ik ga jullie dus laten zien wat ik heb gekocht. Om te beginnen een leuk mutsje. Ik heb deze in het wit en in het rood. In het rood dus. Ik weet niet of je het goed kan zien. Het lijkt nog wel zwart op beeld. Oh nee. Dat is handig. Bordeaux rood dus. En dit zijn van die lange mutsen. En die zijn super lekker warm voor je oren. Dus hier ben ik heel erg blij mee. En ja, die zijn dus allebei hetzelfde. En ze waren 4 euro per stuk. En ik heb een nieuwe jas. Die is ook bordeaux rood. En ja, ik paste mijn jassen dus niet meer zo goed. Dus ik wilde voor niet zo heel veel geld graag een mooie nieuwe jas. Ik bedoel, als ik nu een jas koop voor 90 euro die ik dan over een half jaar niet meer past, ja, daar heb ik dan niet zoveel aan. Dus ik wilde eerst liever nog wat goedkopere jassen. En als dit dan mijn gewicht blijft, dan kan ik altijd nog een duurdere jas kopen. Dus deze jas kocht ik. Die was 17 euro trouwens. En ik kocht een sjaal. Dit is een zwarte sjaal. En deze is super zacht. Kijk, dit heeft zo'n zachte kantje en een gewoon gebreide kant. En ja, het is gewoon een simpele zwarte sjaal. Even kijken. Deze was 7 euro. Ja, deze tops zijn een beetje gekreukeld. Dit waren gewoon twee... deze pook in het zwart. Dit waren twee tops en die passen gewoon goed bij mijn figuur. En die zitten mooi. Dus ik dacht van, nou ja, weet je. Ik koop hem gewoon in het zwart en in het wit. En ja, deze waren maar 3 euro. Die waren afgeprijsd bij de Primark. Dat is altijd helemaal bijzonder voordelig. Dus die waren 3 euro. Ik vind het trouwens altijd een beetje lastig. Moet je nou bij een shoplog zeggen hoe duur alles was? Aan de ene kant vind ik dat zo van... oh, wat heb je iets leuks aan. Ja, was zo duur. Dat is een beetje raar. Maar aan de andere kant, als je een shoplog kijkt, wil je op zich ook wel weten hoe duur alles was. En ja, gewoon stel dat je de complete informatie hebt. Niet zo van, ik heb dit gekocht en dat je dan niet eens weet hoe duur het was. Of ligt dat aan mij? Is het raar om dat te willen weten? Ja, ik vertel het er nu meestal bij of ik zet het eronder. Maar ja, wat vinden jullie? Moet ik dat zeggen? Erbij zeggen elke keer hoe duur iets was? Of weet u niet? Maar goed, dit is een blouse. En ja, het is gewoon een simpele zwarte blouse. Maar wel heel mooi netjes, een beetje doorschijnend. En het paste goed. En ja, dit zit mooi, er zitten geen knoopjes of zo. Ja, gewoon heel simpel. En ja, hier ben ik ook heel blij mee. Die was trouwens 13 euro. En verder kocht ik nog deze broek. Ik weet niet of je het op de camera kan zien. Volgens mij niet. Maar hij is donkergroen en hij zit heel mooi. Dus hier ben ik echt super blij mee. Dit is echt... ja, hij zit gewoon zo lekker en ik voel me er prettig in. En ja, dat is wel het meest belangrijk als je een broek koopt. Dat je je er gewoon lekker in voelt en dat die lekker zit. Tenminste, dat vind ik. En ja, dat is bij deze. En deze was 17 euro. Dan heb ik nog meer dingen. Ik heb deze clipjes. Dat is handig als je bezig bent met je haar. En ja, als het gaat krullen of zo. Of zoiets. Dan kan je het even opsteken met deze clipjes. Haar uit je gezicht doen als je je make-up aan het doen bent bijvoorbeeld. Daar gebruik ik ze heel vaak voor. Maar ja, als je mijn vorige shoplogs bekijkt van de Primark, dan weet je dat ik eigenlijk al best wel veel clipjes heb. Maar goed. En verder kocht ik vierkante ringen, oorbellen. In zilver. En deze waren 1,50 euro. Gewoon simpel, leuk, word ik vrolijk van. En dan nog deze met een mooi kunstwerkje erin. Dit is echt gewoon, wanneer je een simpele outfit aan hebt en je doet deze oorbellen in, dan
is je outfit meteen weer helemaal leuk en vrolijk en mooi. En daar word je zelf blij van. Ik word altijd blij van oorbellen eigenlijk. Ik hou van oorbellen. En dan verder nog deze oorbellen. Die vorige waren trouwens 2 euro. En deze zijn 3 euro. En dan heb ik nog cozy socks. Dat is wel fijn, gewoon als je net uit de douche komt of zo. Oh. Die waren 3 euro. En dit is het shirt wat ik net ook in het wit liet zien. In het zwart kan je het minder goed zien. Maar het is echt dezelfde. Dus deze was ook 3 euro. En om uit te proberen, mijn moeder heeft ze ook meegenomen. Ja, dit zijn warm lined insoles. En het zijn, ja, zooltjes die hopelijk warm zijn aan je voeten. Dat je lekker, ja, ik weet niet. Oh, die waren 2 euro per paar. En dan mijn absolute favoriete aankoop. Nog een jas. En ik weet niet of je hem zo goed kan zien, maar ik ga hem aantrekken voor jullie. Yay! Normaal doe ik dat altijd trouwens voor Tim. Als ik thuis kom van het winkelen, zonder hem. Maar ja, hè? Hij is er niet, dus dan moet ik het maar aan jullie laten zien. Doen jullie dat trouwens ook? Dat je terugkomt van het shoppen en dat je dan een live shopvlog gaat doen voor je vriend, zus, moeder, vriendinnen, weet ik het. Ik doe dat in elk geval wel. Oh, je ziet hem natuurlijk niet helemaal, maar hij is lang. En hij heeft nepleren details en de mouwen zijn ook van nepleer. En ja, dit is gewoon een fijne jas. Hier kan ik tenminste lekker in bewegen. En ja, ik word hier heel blij van. Dus ja, dat was alles alweer. Ik ben in elk geval heel erg blij met wat ik allemaal gekocht heb. Maar dat heb je misschien al kunnen merken. En ja. Ik had trouwens 2 vragen. Willen jullie de prijs horen? En doen jullie ook live shoplogs? Ja, dus als je daar antwoord op wil geven in de comments, dan vind ik dat superleuk. En bedankt voor het kijken. Doeg!